Wat zou je ermee kunnen, denk je? Naar school. Ja? Gaat u dan een boete van €380 kosten? Als hij naar school gaat ermee? Zo, want? Mag niet op de openbare weg. Oh, oké. Okay. Hey, dat wisten we helemaal niet eens. Hebben we niet eens over nagedacht. Dan mag je er niet mee op de openbare weg als ze niet goedgekeurd zijn. En veel van het speelgoed als hoverboards, elektrische steps of elektrische skateboards zijn niet goedgekeurd. En dan mag je er niet mee in de woonwijk, je mag er niet mee in de school. Je mag alleen op eigen terrein of op een speeltuinveldje of zoiets waar het geen openbare weg is. Dan mag je ermee spelen, maar je mag er niet mee op de weg op. En toch mag het verkocht worden? Ja, omdat u er namelijk op uw eigen terrein mee mag. Oké, ja, oké. Maar dat doet niemand natuurlijk. Iedereen gaat de openbare weg op. Ja, lijkt me niet zo'n goed idee. Ik vroeg het net aan. Ik zeg, mag je daarmee op de openbare weg? Maar dat weet ik dus niet. Mag dus niet? Mag niet. Oh. Ja, mag wel, kost €380. Oh ja, dat is een duur ritje elke keer. Ja, toch? Nou, dit langzame voortbewegen, dat kost me al mijn concentratie. Dus ik ben heel blij dat ik op dit moment niet in het verkeer ben. Het zal natuurlijk wel wat beter worden met de ervaring, maar het kan heel veel harder dan dit. Als er een ongeval gebeurt, ben je niet verzekerd. Want je zit op een apparaat wat niet toegestaan is op de openbare weg. Dus dan zijn de gevolgen helemaal niet te overzien.